Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het, Brigitta. En vandaag kijken jullie naar mijn wekelijkse Craft Mix video. Heel veel diversiteit vandaag. Ik heb een Temu haul aan jullie te laten zien in Inimini. En ik heb een D-stash gekocht van Chantal, Chantal of Paper. Daar zitten ontzettend veel stansen in van AliExpress, van verschillende winkels. Dus die wil ik jullie graag laten zien. En ik heb er ook voorbeelden bij gemaakt. Ik heb natuurlijk nog een kaart voor jullie van deze week voor mijn Carlijn Design promoteam. En afgelopen zaterdag hadden we ons uitje met de YouTube meiden. We gingen naar Loes, Loes Oorschot hier op YouTube. En natuurlijk ben ik ook weer verwend met wat kleine knutselcadeautjes door de meiden. En die wil ik jullie natuurlijk ook graag laten zien. Als mede het projectje wat we gemaakt hebben, wat Loes voor ons had uitgedokterd. Maar laten we beginnen met mijn Temu haul. Inimini, geen knutselspullen deze keer. Maar je kijkt er al de hele tijd naar en hij blijft daar staan. Ik ben er zo dol op. Ik heb een toetsenbord gekocht op Temu. En dat is deze. En hoe gaaf is dit? Ik was helemaal geïnspireerd door Sandy van Decorate Your Life, YouTube kanaal. Ze is een Amerikaanse, ik ken haar al jaren. We hebben ook wel geswapt samen. En zij had dus een toetsenbord, een Mophie toetsenbord van Temu. En dat was eentje met een beetje ecru kleuren en met normale toetsen. Ik vond hem geweldig. En toen ik ging kijken op Temu, op de app, toen zag ik dat ze hem dus ook in deze roze tinten hadden. En ze hebben hem ook nog in het wit met ecru volgens mij. Maar het leuke van deze roze vond ik dat ook de toetsen dus achthoekjes zijn. Dus het zijn geen ronde toetsen. Ik was benieuwd hoe het zou typen. Het is een klein beetje wennen. Maar het zit wel gewoon, alles zit wel op dezelfde plek, zeg maar. En hij is volledig draadloos. Deze muis kwam er ook bij. Ook draadloos. De batterijen zaten erbij. Ook al zo verrassend. Ik denk, ja, ik had al batterijen ingeslagen, omdat ik had gedacht die erin te moeten stoppen. Maar nee hoor, die compleet met batterijen. Er zit gewoon zo'n klein USB-stickje bij die je in je computer doet. En alles werkte direct en gelijk. En ik ben er helemaal verliefd op. Hoe, dit is toch geweldig. Wie wil nou geen roze toetsenbord. Dus dat was het eerste wat ik kocht op Temu. En het tweede, dat zijn drinkflessen. Zoals jullie wel weten sport ik een aardig aantal keren in de week. En op woensdag geef ik een Zumba les bij Arendse Health Club in Dongen. En ik zag op Temu deze geweldige drinkflessen. Deze heb ik al in gebruik. Hoe tof zijn deze kleuren? Het lijkt wel een zeemeerminnenfles. In een fles. De andere heb ik nog niet in gebruik. Dus dan laat ik hem jullie goed zien hoe die er is in met onderdeeltjes. Maar kijk hoe leuk de tijden staan erop. Zodat je in de gaten kan houden dat je genoeg drinkt op een dag. En ja, ik vond hem helemaal geweldig. Die kleuren, hoe tof zijn die. Ik zal ook de linken naar deze spullen in de omschrijvingsbox zetten hieronder. En ik kocht ook nog deze. En deze heb ik dus nog niet in gebruik. Deze is roze met een beetje paarsblauw. Ook super cool vond ik. En ik zal jullie laten zien hoe die werkt. Je maakt hem open, dan zit er in het rietje wat je erin moet doen. En de strap zit erbij. Voor aan je, om aan je pols te hangen als je zou willen. Dus die komt met een rubberen ring. En met een elastiek. Nee, het is geen elastiek. Met een bandje. Nou, die doe je gewoon hup, hieromheen. Dus een kind kan de was doen. Hij moet wel helemaal naar beneden. Want anders gaat hij in de weg zitten met het afsluiten van je fles. En dat willen we niet. Dus dat is deze. Kijk, en dan heb je hier het rietje. Nou, die stop je gewoon hier aan de onderkant erin. Het kind kan de was doen. En kijk, hij floept open. Als het goed is. Kijk, en dan heb je een zacht rietje aan de binnenkant. En ja, dan kun je dus zo uit drinken. Doe je hem zo dicht. Als je dit klepje omhoog doet, dan is hij vergrendeld. En als je hem omhoog doet, om naar beneden doet, dan kun je hem openklikken. Nou en ja, logischerwijze, die schroef je dus gewoon op je fles als je hem gevuld hebt met water. Maar ja, dit zijn echt de meest coole drinkflessen ooit, omdat deze kleuren zo geweldig zijn. Ja, dus dat was Temu. Dat was het al voor deze week, geen knutselspullen. Ik heb hier nog een kleinigheidje, die kocht ik bij de Action. Ik had ze nog nooit eerder gezien. Hoe lief zijn deze zakjes? Zitten er twee in. Ze zijn van stof met sterretjes, lichtblauw en zacht roze. Super leuk voor swaps, et cetera. En dan gaan we over naar de D-stash. Ik kocht een aantal spullen van Chantal of Paper hier op YouTube. Helaas kan Chantal vanwege haar gezondheid op dit moment niet meer knutselen en heeft ze heel veel verkocht.
Nou, Chantal, altijd heel lief, genereus. Ze had ook weer echt geweldige prijzen. En ik heb dus een aantal dingen van haar overgenomen. Van een aantal dingen heb ik ook voorbeeldjes gemaakt. Onder andere van deze. Alleen voor deze moet ik even de video stoppen. En dan heb ik even een stukje wat ik opgenomen heb. Want deze backtopper heb ik dus gebruikt voor de cadeautjes van de YouTube meiden. Waar ik dus zaterdag bij was. En ik heb het gefilmd toen het klaar was. Alleen dat moet ik eventjes hier invoegen in deze video. Maar kijk, het is een backtopper en ik weet van wie het is. Hij is van KS Craft op AliExpress. Je krijgt dus de backtopper. En je krijgt de zwaantjes. Die zitten aan elkaar. Super makkelijk. Je hebt echt heel snel een backtopper in elkaar gedraaid. En je krijgt de standjes erbij voor het bekje. Zodat je die een extra laagje kunt geven. Voor de oogjes. En ook, het is bijna niet te zien, maar dat zijn wenkbrauwtjes. Zo schattig. Echt super lief. En die heb ik dus gemaakt. En ik ga jullie nu laten zien hoe die eruit zien. Zoals ik al zei, had ik voorbeeldjes van de backtoppers, de zwanen backtoppers. Hier is er één. Ik heb ze gebruikt om op de cadeautjes te doen voor mijn knutselvriendinnen, mijn YouTube vriendinnen hier uit Nederland. We hadden weer een dagje samen afgelopen weekend. En op het pakketje plakte ik deze backtoppers. In het pakketje zal ik zo laten zien zitten een doos knoopjes van de Action en wat shaker materiaal dat ik bij de Action kocht. Maar kijk hoe leuk deze is. Ik heb het heel eenvoudig gehouden. Dus alleen maar het witte laagje gedaan van wat glanzend papier. En de bekjes deed ik met het Satin Holo papier. Het nieuwe van Caroline Design. Dit is ook een standje voor de eyelashes. En ik heb er alleen een sticker van Tim Holtz op gedaan. Een bloemetje wat ik heb gekregen in een challenge vorig jaar. En een flatback. En oh ja, en hier nog een strikje. Super simpel. Ik heb ze wel opgeplakt op de backtopper basis met 3D tape. Je kunt er ook nog verschillende laagjes achter doen, zodat hier nog goud achter komt, etc. Maar ik had deze week weinig tijd en wilde toch nog iets leuks maken voor op de verpakkingen. Dus vandaar dat ik het op deze manier gedaan heb. Ja, ze zijn eigenlijk allemaal bijna hetzelfde. En dit is voor de hoofdverloes. Die heeft nog een extra cadeautje. Maar die heeft natuurlijk ook de knoopjes en het zeker materiaal. En hier kun je het een beetje beter zien. Ik vind het echt leuke doosjes. Verschillende maatjes houten knoopjes. En van die schattige lieve kleurtjes. En de zeker materiaal, dat is ook van de Action. Dat is denk ik voor nail art. Maar die kun je natuurlijk prima gebruiken. Het is een lange doos. Prima gebruiken in shakers. Dus ja, dat is wat ik jullie wilde laten zien. Het voorbeeldje van de backtoppers. Zo, ben ik weer. Gaaf zijn die, hè? Ik vond ze echt super, super leuk. De volgende stand, en daar heb ik nog geen voorbeeld van, is deze. En ook deze is van KS Crafts. En hij is nog helemaal niet gebruikt volgens mij. En ja, het is zo heel moeilijk te zien, maar het maakt een pocketboekje. Kijk, je kunt hier wel zien, dit maakt een pocket. Een soort muntenvelopje, een coin-envelop. En die kun je een aantal maken en die stop je dan in deze basis. Dus je krijgt een soort openklap pocket met allemaal van deze zakjes erin, waar je spulletjes in kan doen. Ook weer geweldig voor swaps. En bij deze krijg je dus ook superveel extra laagjes. Dus je krijgt de love met het schaduwstandje. Je krijgt een kopje met het extra laagje. Het lepeltje natuurlijk. Een masker zit erbij. Je hebt allerlei reinforcers die je kunt gebruiken om je boekje te sluiten aan de voorkant, het kafje. Voor alle stansen van de basis ook de matstansen, zeg maar. Je krijgt heel veel dobbelsteentjes, ook super leuk. Die heb ik nog nooit gebruikt op een projectje, lijkt me heel leuk. En je krijgt een leuk masker en wat confetti. En dit maakt echt een super leuk boekje. Ik zal proberen om zoveel mogelijk te linken. En volgens mij is deze ook nog te verkrijgen bij KS Craft. Dus ik zal hem zeker in de omschrijvingsbox gaan vermelden. Jo, zakje kapot. Maakt niet uit, hij gaat straks toch op magneetvellen. Zeker die met die voor die grotere project, deze waar zoveel extra stansen bij zitten. Die doe ik altijd graag op een magneetvel in een pocket, zodat die goed blijft zitten. Gaan we verder. Ook deze heb ik nog niet geprobeerd. Ook al wat grotere werkje. Dit is een soort tag pocket. Je maakt hem dus 3D, waardoor je er de spulletjes in kan stoppen. Best wel dikke spullen kun je erin doen. Je krijgt best wel veel ruimte bij deze. Dus dit is de basisstans.
En dit is dus de stans voor het doosje, zeg maar, wat er tussenin komt. En dan heb je hier de stans voor de voorkant. Met een extra stans om dit uit te stansen. Je kunt het dus maken met een venster erin. Je kunt hem aan twee kanten met een venster erin maken. Zodat je spulletjes erin kunt stoppen. Je kunt hem dicht laten. Wel, de mogelijkheden zijn eindeloos. En met deze kun je zo'n strip maken die open scheurt. Als je deze gebruikt in de achterkant. Dus helemaal geweldig. En ik heb echt zin om deze te gaan uitproberen. Wanneer ik er aan toe kom. Maar ik heb er echt zin in. Het is echt zo leuk. Het is ook echt een geweldig om mensen cadeautjes in te geven. Of om voor swaps, et cetera. Op het moment heb ik geen tijd voor swaps. Maar die tijd komt er wel weer. En dan is deze geweldig om te gebruiken. En had ik het al verteld. Ook weer van KS Craft. KS Craft is echt een van mijn favoriete AliExpress winkels. Goede spullen, goede kwaliteit, snelle levering. Als er iets mis is, wordt het snel opgelost. Gewoon geweldig. Toen had ik deze. En deze stansset verbaasde me uiteindelijk. Want ik had natuurlijk weer niet goed gekeken. Ik dacht, ik krijg stansen voor een mini pillowbox. Met laagjes om erop te doen. Om te versieren. Deze komt overigens van de Midodo Store op AliExpress. Je krijgt nog twee strikjes. En ik had ook gezien dat er leuke bordenrandjes bij zaten om het doosje mee te versieren. Maar toen ik het uitpakte, zag ik ook dicht zitten in de verpakking. En ik dacht, wat is dit nou? Natuurlijk ging ik het weer opzoeken en ik kon het vinden gelukkig. En er was ook een tutorial op YouTube. Want met deze kun je dus de pillowboxes aan elkaar verbinden. Eerst zal ik jullie even laten zien hoe ze eruit zien als je ze gewoon simpel maakt. Kijk, ik heb een paar voorbeeldjes gemaakt. Kijk hoe lief. Deze is met de Maggie Holmes Garden Party. Gecombineerd met wat stickers van Market Square. Super klein, dus je kunt er iets heel kleins in doen. Een paar charms of sequins. Moeten kleinigheidjes zijn, dat snap je wel. Kijk, deze heb ik ook gemaakt. Het is echt super leuk om te doen. Leuk mini projectje om eens op een avondje de stans en in elkaar te lijmen. Kijk hoe schattig. Maar zoals ik al zei, deze kun je dus gebruiken om ze te verbinden. Kijk hoe leuk, dan ziet het er zo uit. En wat kun je dan doen? Nou, dit kun je dus van elkaar afscheuren. Net als een postzegel of als tickets. En deze kun je dus ook allemaal vullen met leuke cadeautjes. En dan kunnen mensen het eraf scheuren wat ze nodig hebben. Gewoon leuk. Heel veel nut. Ik weet niet, het is gewoon leuk voor swaps of om een cadeau te geven weer. Ik heb hier dus... Oh, deze sticker is een beetje losgelaten. Ook weer met Garden Party gewerkt. En met bloemetjes die Nadesha voor mij gemaakt heeft. De Pink Shop. Super lief. En ja, ik vind het dus echt een geweldige stansenset. Hij verbaasde me echt. Leuk om te doen. En ja, wat ik al zei. Het is, het zijn wel veel laagjes om alles te versieren. Maar ik moet ze eigenlijk best snel in elkaar zetten. Ik denk dat ik een half uurtje ben bezig geweest met die. Uurtje misschien. En ik ben er langzaam knutselaar hoor. Dus dat was deze van de Midodo Store. Toen had ik ook nog deze. En nou ben ik eigenlijk vergeten. Ik heb zelf een voorbeeld gemaakt. Maar ik had ook een heel leuk shaker voorbeeld. Een keer van iemand gekregen. En die moet ik nog hebben. Maar die ben ik eigenlijk vergeten te pakken. Dit is ook weer van de Midodo volgens mij. Als ik het goed heb. Ik kan hem wel linken. Want ik heb hem teruggevonden. Dat is een lieve heersbeestje. Hoe schattig. Je krijgt dus drie stansen. De basis, deze en zijn lijfje. Je kunt hier dus ook een shaker van maken. Heb ik niet gedaan. Ik heb hem even simpel uitgestanst voor jullie. Kijk hoe leuk die is. Helemaal hot voor lente en zomer toch. Super, super schattig. Redelijk groot. Dus je kunt hem ook nog wel als een tag gebruiken als je zou willen. Kun je er een gaatje inslaan. Is ook leuk. En wat ik al zeg. Je kunt hem ook shaker maken. En dan ziet hij er helemaal top uit. Echt super leuk stansen set. En dat is het lieve heersbeestje. Dan gaan we verder met deze. Die heb ik nog niet gebruikt. Is voor de kerst. Is ook al wat oudere. Ook weer van KS Crafts. En het is een backtopper opnieuw. Maar je kunt hem ook niet als backtopper gebruiken. En dat is voor de kerst. En het zegt ho, ho, ho. Kijk. Het is een backtopper die zegt ho, ho, ho. Dus
tenminste hier is het standje voor de ho ho ho. En daarbij krijg je nog een extra standje om in een letter te leggen met dit standje. En dan heb je dus zo'n kerstsnoepje. Natuurlijk kun je dit ook los gebruiken, de tekst. En ook als je deze losknipt van elkaar, als je hem uitgestanst hebt, kun je die ook als schaduw gebruiken. Heb je gewoon een los woord ho 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 om te gebruiken op een kerstproject, op een kerstkaart, etc. Superleuk. Dan had ik ook, deze laat ik er even in zitten. Een compleet setje wat nog nooit gebruikt is met strikjes. Ik heb al heel veel strikjes, maar ik heb nog niet dit tussenformaatje van deze, zeg maar. En deze hebben overal stiksteekjes. Superleuk. En ik vind het leuk dat deze van die hangende flapjes hebben. Die heb ik nog niet. Dus dat is deze. Dan gaan we verder met de... Ja, weer een backtopper. Ik heb veel backtoppers gekocht deze keer. Maar je kunt ze ook allemaal los gebruiken. Dus dat maakt het zo leuk. Ook dit is weer van KS Crafts. En de laatste, twee laatste ook. Een vlinder backtopper. Kijk, dat is deze. Dit is het backtopper gedeelte. Daar krijg je een stans bij, waardoor je hem ook shaker kan maken. Daar kan ik zo ook een voorbeeld van laten zien. Je krijgt een stans gewoon voor de basis van de vlinder, die je op je backtopper kan plakken. Die dus precies even groot is als de backtopper. En je krijgt dit geweldige stansje om een extra laag erop te brengen. Om echt relief in zijn vleugels aan te brengen. En natuurlijk zijn lijfje. Ik heb hem gemaakt, even zien, als backtopper en als los embellishment. Dit is de backtopper. Ik gebruikte voor de basis het super gave nieuwe karton, holo satin karton van Carlijn Design. En nou, kijk hoe leuk dat eruit ziet. Het lijfje heb ik ook van datzelfde karton gemaakt. En het designpapier is van een blok van de Action van Crafts Sensations. Met wat papieren bloemetjes uit mijn stash. Wat rhinestones, die koop ik bij AliExpress ook weer. Heb ik al een jaartje denk ik of zo. Super leuk en ja, hij is gewoon geweldig als backtopper, vind ik. Maar je kunt hem natuurlijk ook los gebruiken als embellishment voor op een project. Dat heb ik hier gedaan. Dan heb ik hem wel extra verstevigd met een laag kartstok. Ook weer twee kleuren designpapier gebruikt. Oh, kijk eens, ik ben een rhinestone verloren. Die moet ik even terug opplakken. En ook weer bloemetjes van mijn stash. Als je goed kijkt, het is heel moeilijk te zien, zie je hier een metalen gouden bloemenhartje. Geweldig is die. En ook die kocht ik, of nam ik over van Chantal. Kijk, dat zijn deze. Die zijn van metaal. En dat zijn gewoon kleine bloemenhartjes. Super leuk om in je papieren of bloemen te verwerken. Daar was ik ook heel blij mee. En zoals ik al zei, je kunt hem ook shaker maken. En ik heb een keer een embellishment box gehad van Chantal. Waar ze die shaker vlinder opgestopt had. Zo. Klein momentje, even de hond helpen. Zo, ben ik weer. Ik heb de hond even bij mij in mijn stoel gezet op de kamer. Want hij wilde niet alleen zijn. Hier waren we gebleven. Kijk, dit is dus dezelfde vlinderstans, maar dan als shaker. Hoe cool. Gaaf gemaakt hè, door haar. Was sowieso een hele leuke. Kijk, door het gebruik is hij inmiddels los. Ik heb hem al een paar jaar. En ik gebruik er nog steeds spulletjes uit. Maar hoe gaaf is deze vlinder als shaker. Helemaal geweldig. Dus die ga ik ook zeker nog een keer zelf doen. Dan had ik nog... Wacht, ik zal deze even aan de kant leggen. Even kijken. Ik ga de video ook nog even in het Engels opnemen. Dus alles nog eventjes bij de hand houden. Zo. Dan had ik ook nog deze stans. Die heb ik nog niet uitgeprobeerd. Ook weer voor de kerst. En nou, deze heb ik wel echt goed ingepakt. Nou ja, je ziet het wel. Het zijn twee candy canes. Stuurstokken naar elkaar toe. Maak een hartvormpje. Je hebt de basislaag en je hebt dit. Dus ik kan hier ook weer een shaker van maken. Superleuk. Die gaan we ook uitproberen voor de kerst. En de laatste stans die ik heb gekocht is deze. En dat is een backtopper. Alweer. En dat is een lip backtopper. Eigenlijk voor Valentijn. Maar ja, die kan je natuurlijk ook weer het hele jaar door gebruiken. En dat is deze. Dus je krijgt de backtopperstans.
Tearscraft. En je krijgt dus de lip om maar op te leggen. Superleuk. En je krijgt het woordje XOXO Hugs and Kisses. Ik heb hem al uitgeprobeerd. En toevallig op een van mijn cadeautjes zit ook nog een zelfde werktopper als deze. Kijk, deze had ik zelf gemaakt. Ook weer als basis het holo setting papier van Carlijn met roze kartstok. En het woord erop. Het woordje heb ik wel een paar keer uitgestand, zodat hij wat diepte heeft. En ik dacht dat het nog wel leuk was om er wat dangles aan te hangen aan deze backtopper. En deze met het woordje kist, die heeft Wendy gemaakt. My Sweet Creative Life voor me. En ik denk deze ook, maar dat weet ik niet meer zeker. Super leuk om zo aan een zak met een cadeautje te doen. Dat was de backtopper van KS Crafts. Nou, ik laat jullie zo mijn cadeautjes zien die ik kreeg van de YouTube-vriendinnen. Die waar ik zaterdag mee was. De Crafty Sissies. En daar zit dus ook, ik ga hem gelijk laten zien, een super leuke backtopper op. Kijk, dit kreeg ik van Leonie, My Passion for Paper, hier op YouTube. Dit zat volgens mij, als ik het me goed herinner, op deze zak. Ze is helemaal gek van de Garden Party van Maggie Holmes. En is daar volop mee aan het knutselen. De hartjes herken ik ook. Die zijn volgens mij ook van KS Craft. Die heb ik ook. Super leuk zijn die. Maar kijk eens. Hoe gaaf is deze backtopper die ze ervan gemaakt heeft. En je ziet wel. Ja, gestikt. En dit is niet met de machine gedaan, hè. Nee, dit is handgestikt. Met het hele fijne gouddraad. Ik vind hem echt zo mooi geworden. Ook de XOXO erop. Ze heeft dit laagje met 3D tape opgeplakt. Ik heb hem rechtstreeks op het karton geplakt. Hier zie je nog wat meer diepte zoals je wel ziet. Ook zij deed er een denkeltje aan. Hier mooi afgewerkt met een eyelet. Wat, hoe noem je het? Sequins en wat stickers. En super super mooi toch? Ik vind hem echt geweldig. Dus dat was deze. Nou, dan heb je nog een mooi voorbeeld van die stans. Echt gaaf. Nou, dan zat er in dit zakje een cadeautje. En we hadden afgesproken dat we gewoon wat kleinigheidjes voor elkaar zouden doen. En niks groots. En wat Leonie van mij maakte was superleuk envelop embellishment in Maggie Holmes stijl. Kijk hoe lief, die kan ik zelf hergebruiken. En ook deze backtopper, ook KS Craft, weet ik, is toch ook geweldig. Dit is de Ticket Shaker backtopper. Ze heeft wat diamond dots gebruikt, zie ik wel. In geel. Leonie was vroeger altijd van het zwart. Op het moment heeft ze een roze en geel tik. Nou, die heb ik heel mijn leven al, dus ik vind het super mooi gecombineerd. Heel erg gaaf. En er zat ook nog een kaart bij voor mijn verjaardag. Die was natuurlijk een paar weken geleden, maar we hebben elkaar toen niet gezien. En ik kreeg nog deze superleuke kaart. Happy birthday. Met een 3D tekstje erop. En ja. Superleuk. Dankjewel Leni. Ik was er heel erg blij mee. Gaan we verder met het cadeautje van Carmen. Die had een prachtig wit zakje zelf geëmbost, zoals je wel ziet. En op het zakje, en ik heb hem er al afgehaald, zat deze geweldige waxzegel die ze heeft gemaakt. Hele mooie groene kleuren en met een droogbloemetje erin. Zie je dat? Komt dat over? Ja, dat zie je wel. Gaaf, hè? Supermooi. En ik ga hem openmaken. Ik had hem alweer dichtgebonden, maar daarin zat, ja, een echte schatkist. Een echte schatkist. Zo leuk. Kijk, toch eens hoe gaaf. Ik denk dat ze hem ook op AliExpress had gevonden. Of op Temu ook, want ook zij bestelt daar wel. Kijk hoe lief. Dat is toch te gek. Een echte schatkist. Hij is van kunststof overigens. Maar hoe gaaf ziet deze eruit. Zo erg leuk. En daar heeft ze dan ook echte schatten in gestopt natuurlijk voor ons om te gebruiken. En ik zal het even laten zien. Een mooi kantje. Carmen is echt ook wel van het vintage. Daar zijn deze embellishments ook wel een beetje opgestoeld. Kijk, dit is mooi. Lichtgroene seam binding. Super mooi. Hier hebben we nog het oude postzegels en een echte oude ticket. Altijd leuk om te gebruiken. Een stukje filmstrip van Tim Holtz, denk ik. Superleuk. Mini tagje. Ook nog oude, ik denk dat het oude sigarenbandjes zijn.
En overigens, die verroeste paperclips, die heeft ze ook zelf gedaan. Die heeft ze zelf roestig gemaakt. Kijk hoe gaaf die eruit zien. Heeft ze zelf gedaan. Ze heeft het me verteld. Ik ben het nu alweer vergeten. Dus ik ga vragen of ze het een keer in de groep wil gooien. Want die zien er wel heel leuk uit. Hier nog allemaal wat kleine... Nou, jullie kunnen het zo wel zien, denk ik. Een cabochon. Nog meer van die verroeste paperclips. Wacht even, zit daar nog iets onder? Oh, er zit ook nog iets onder. Wacht even, haal ik het er wel even uit. Kijk. Al deze, nou die kunnen we altijd gebruiken. Hè? Nou, dan zit er dus een zakje in met de verroeste paperclips. Maar die had ik jullie net ook al één laten zien. Alleen nu heb ik dus een hele voorraad in dit schattige vellumzakje. En dan heb ik hier nog... Oh ja, een oud label. Ik hoorde ook nog iets uitvallen. Wat is dit dan? Even kijken hoor, dit is wel heel fijn. Hele kleine... Mini kopspeltjes. Waar ik denk ik dengeltjes van kan maken. Maar dit is wel heel fijn zeg. Zo. Je ziet ze bijna niet. O jee, dat wordt wel lastig voor mij denk ik om daar mee te werken. Ik heb al moeite met die normale juweelspullen zeg maar. Met die normale pinnen en zo. Om die goed te buigen en mooi te krijgen. Dus ja, dat was een schatkistje van Carmen. Dankjewel, Carmen. Dan gaan we verder met het boeketje bloemen. Kijk eens wat voor een mooi boeket bloemen ik heb gekregen. Deze is van Patricia, Pets Crafty Haven. En ik ga hem nu uitpakken. Ik had hem dichtgelaten. Ik ga hem nu wel uitpakken. Alleen het lint vind ik al geweldig, als ze er omheen gebonden heeft. Kijk hoe gaaf. Mooi geborduurd. Echt heel leuk. En even kijken of ik er zo uit kan trekken hoor. Even voorzichtig zijn. Oh ja, dat gaat wel. Gooi het plastic gelijk weg. Kijk, ze heeft helemaal zelf deze bloemen gehaakt. Geweldig, ik kan het echt niet. Maar hoe mooi is dit? Het zit op metaal gehaakt zie ik. Prachtige tulpen. Echt heel leuk. Deze twee dingetjes, maar denk je, wat een gekke dingen. Nee, daar zaten heerlijke Ferrero Rochers in. Die zijn hier speciaal voor gemaakt. Die kun je ook weer op AliExpress vinden. Die passen daar precies in. Alleen ja, die hebben de dag niet overleefd. Zaterdag zeg maar. Verder had ze hier ook nog. Even kijken hoe ze dat gedaan heeft. Oh, op een eigen stokje. Wacht even hoor. Voorzichtig eruit halen. Kijk, ik kreeg ook nog een cadeautje voor mijn verjaardag. En dat is een prachtige bloemenstempel. Ze weet dat ik op het moment erg van het kleuren ben. Dus dit gaat heel erg leuk zijn om in te kleuren. Super tof. En voor dit prachtige boeket ga ik natuurlijk een mooi plaatje zoeken. Een mooie vaas zoeken, vaasje voor op mijn scrapkamer. Ik denk wel dat ik die moet gaan halen bij de Action. Ik geloof niet dat ik iets heb waar dit zo mooi in past. Dankjewel Patricia, helemaal geweldig. Je weet hoe blij ik ermee was. Ik vind het zo leuk. Ik heb hier nog veel meer. Kijk, dit heb ik ook ooit van haar gehad. Kijk hoe leuk. Een gehaakte bloem. En die staat ook ieder voorjaar en zomer weer in het zicht van mijn knutselkamer. Dan, nog de dag deze keer bij Loes. Loes Oorschot. En zij had dus voor ons een project gemaakt. Dat ga ik je zo laten zien. En daarbij had ze allemaal wat extraatjes gedaan. Die we zouden kunnen gebruiken op ons project. Maar dat hoefde niet per se. Wat ze erin had gedaan is dit. Prachtige zijde. Waarmee je een journal bijvoorbeeld heel mooi kunt sluiten. Dus daar ben ik echt heel blij mee. Echt gaaf, want het is moeilijk aan te komen. En ook nog heel erg duur. Een heel lief kantje. Ik heb dus niks ervan gebruikt. Ik heb iets anders gebruikt voor dit voor het project. En nog wat muziek en boekpagina's die je kan gebruiken. Dankjewel Loes, super blij mee. En wat Loes voor ons bedacht had, was een projectje. Wat ze al voor ons had uitgesneden met de stansmachine. En het is een stans van Elizabeth Craft Design. En daarmee maak je deze kaft en het doosje. Die je kunt sluiten en waar je ook weer een mini journal in kan doen. Bijvoorbeeld, ik heb bedacht dat ik hier de A7 kaarsjes van Carlijn in ga doen met een envelopje. Ga er een gift set van maken voor iemand. Dus ga een hele serie van die kleine kaartjes maken die hier precies in past. En dan zo aan iemand geven.
Het papier wat ik heb gebruikt, en dat is nog niet af, zie je dat? Ik ga er nog een dengeltje aan maken, daar ben ik nog niet aan toegekomen. Het papier wat ik heb gebruikt is ook weer van de Action. Ik vind het heel leuk, ik zal het even laten zien, want je wordt natuurlijk... doodgegooid bij de Action, met papierblokken. Maar dat zijn deze. Over the Rainbow Design Pad. Ik vind hem geweldig, qua kleuren en printjes, superleuk. En... ja, dat gebruikte ik op het doosje. De stans hier aan de achterkant, die had Loes ook voor ons uitgestanst. In wit heb ik met Distress Inkt wat opgekleurd. En toen heb ik dus twee van deze vierkantjes, dat zijn cutter parts van de paperpad, op elkaar gelegd. Versierd met enamel dots die Nadesh daarbij had. Net als deze sticker en deze Dragonfly. Opgeplakt op de voorkant. En verder vond ik hem eigenlijk wel vol genoeg zo. Nou, en dan in aan de binnenkant het doosje wat ik ga vullen. En het sluit dus heel simpel. Het is allemaal in één met de stans. Dit gaat hierdoor en dan heb je de sluiting. Wil je dit niet, kun je dit natuurlijk afknippen. Doe je er een lintje tussen. De opties zijn eindeloos. Dus dit was het project wat we hebben gemaakt die dag. En dankjewel Loes voor de gastvrijheid. We hadden weer een supergezellige dag. We hadden heerlijk gegeten. Lekkere lunch en heerlijk Indisch avondeten op door Loes verzorgd en haar man. Super, super dag zoals altijd. En ja, het was weer helemaal geweldig. Met dit... Oh nee, laat nog één ding zien. Eventjes snel. Mijn kaart van Carlijn van afgelopen zaterdag. Het was blijkbaar opa-dag, wist ik niet. Was toevallig afgelopen zaterdag. Ik maakte deze kaart speciaal voor superopa, zoals je het ziet. Ik heb dus hartjes gehotfoiled met een mal van Carlijn. Deze muzieknootjes zijn standjes uit één setje. Deze gnoom heb ik gekleurd met de gnoom met de alcoholmarkers. En speciaal voor is gedaan met de hotfoil onderteksten van Carlijn. En jullie herkennen vast wel mijn favoriete Superman bakzegel van Carlijn. Simpele kaart, maar ik vond hem wel leuk uitgevallen. En dit is toch geweldig om aan een hele lieve opa te geven. Voor Vaderdag bijvoorbeeld. Nou, dit was echt alles wat ik jullie vandaag wilde laten zien. Sorry voor de onderbrekingen met de hond. Ja, dat... Het is een oud baasje, bijna 14 jaar. Dus dat gaat niet altijd even soepel meer. Ik hoop dat jullie mijn projectjes leuk vonden die ik heb gemaakt met de stansen die ik kocht van Chantal. En ja, ik ben ook benieuwd hoe jullie de cadeautjes vonden van de dames, van de meiden. En ja, zijn jullie ook niet verliefd geworden door het zien van mijn video op dit roze toetsenbord? Het is toch geweldig. Echt gaaf. Ik hoop dat jullie terugkomen voor mijn volgende video. Bedankt voor het kijken en... Groetjes!